Een plastic vork met een identiteitscrisis is de grote ster in de nieuwe film van Pixar. Zelfs Keanu Reeves moet eraan te pas komen om hem te redden. Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van Toy Story 4. We're going on a road trip. Road trip? Vacation! And Bonnie had a great day in class. She made a new friend. I want you to meet Forky. Hallo. 24 jaar geleden maakten we kennis met cowboy Woody, ruimtesoldaat Buzz Lightyear en al het andere speelgoed in de allereerste speelfilm van Pixar. In dit vierde deel zijn ze inmiddels speelkameraadjes van de kleine Bonnie. Tijdens een wendag op de kleuterschool knutselt zij uit afval zelf een nieuw vriendje in elkaar. Alleen wil deze Forky, een kruising tussen een lepel en een vork, helemaal geen speelgoed zijn. Why do I have to be a toy? You have to understand how lucky you are to belong to a child. Huh? What? Carry me? No. Hey! Let's go! Last, how am I gonna find Woody? The slingshot maneuver. Thanks, inner voice. To infinity and beyond! Yeah! Go! Hey kids, step right up. Get yourself a real Buzz Lightyear. Terwijl Woody het plastic geval ervan probeert te doordringen dat hij voor Bonnie onmisbaar gezelschap is, werpt Forky zich steeds opnieuw in de vuilnisbak of zelfs uit het raam van de camper waarmee de familie op vakantie gaat. Dat laatste leidt tot een gevaarlijke reddingsmissie waarbij Woody onder meer oude vlam Bo Peep ontmoet en nieuwe vrienden maakt. Onder wie ook Duke Kaboom, een Canadese stuntman met een minderwaardigheidscomplex en de stem van John Wick himself, Keanu Reeves. Hey, up here, Astro Boy. If you think you can just show up and take our top prize spot, you're wrong. Dead wrong. Help me get out of here. I'll help you. With my foot to infinity and my foot. Boom! In the vacuum of space, they cannot hear you scream! Ho, ho! We gotta get home, Forky. You're not going anywhere. Woody, behind you! If there's one thing I know, it's that a toy's job kaboom is never done. De digitale animatie van Pixar staat nog altijd op eenzame hoogte en is naast technisch knap vooral ook creatief en humoristisch tot in de kleinste details. Daarnaast onderscheidt deze studio zich met het vertellen van gevoelige verhalen die ertoe doen. In dit geval over het zoeken naar je plaats in de wereld en over het loslaten van dat wat je toch niet meer kunt vasthouden. Met die ambitieuze aanpak sleept Toy Story 4 wat mij betreft ook het toepasselijke aantal van 4 sterren in de wacht. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!